De bond en de directie bij het staatsziekenfonds, het SZF, hebben vanmorgen overeenstemming bereikt over salarisverhoging. SZF-directeur Amar Ranjit Singh geeft aan dat er met de bond is afgesproken dat alle afspraken die vanmorgen zijn gemaakt zullen worden nagekomen. Op 23 juli werd bekend dat de bond in actie ging omdat ze ontevreden was over onderhandelingen die sinds 2020 lopen. We hebben met de bond altijd een goed overleg gehad hoor, tot vanmorgen. Want wij erkennen dat de bond een belangrijke stakeholder is, een succes van het SZF. Wij hebben met de bond vandaag afgesproken wat we overeengekomen zijn, dat we dat gaan uitvoeren. En in dat kader heeft de bond nu met de ALV gesproken en de bond moet terug naar de leden. En die bespreking is net afgerond met de leden. Dus ik verwacht dat iedereen morgen weer op kantoor is. De bond wilde een verhoging van 75% en wij zijn geëindigd ergens 34%. Mm-hmm. Dus wij gaan over tot effectuering van de van onze toezegging. Het is let wel, het gaat om een CAO-onderhandeling van 2020, hè? Mm-hmm. Dus niet ons boekjaar. Maar goed, er was een achterstand en het is onze plicht als goede werkgever om die inhaalslag ook te maken in ons beleid. En dat hebben we ook gedaan. De bond was heel begripvol hoor. Dus, en ook ze zijn blij dat dit nu ook eindelijk achter de rug is. De bond is in totaal 15 maanden, dus ook met de vorige directie, bezig geweest voor deze loonsverhoging. De SZF-directeur erkent dat de actie van de bond toch wel een opmerkelijke impact heeft gehad op de dienstverlening van het bedrijf. De actie van de bond heeft wel enige impact gehad op de dienstverlening. We hebben aangepaste dienstverlening aangeboden bij urgente zaken. Het was jammer dat er soms ook mensen kwamen van heinde en verre om hun zaken geregeld te hebben met SZF. En ze moesten overrichten hun zaken naar huis. We hebben geprobeerd om namen op te schrijven, zoveel het mogelijk was, om de mensen terug te bellen en te zijn de tijd met FD kaartjes terug te sturen voor hun thuis. Dat is wel met een deal gelukt. Maar bij deze is het ook onze plicht om onze gepaste verontschuldigingen aan te bieden aan die groep voor het ontstaande ongerief. Dat was SZF-directeur Amar Ranjit Singh. Hij verwacht dat de dienstverlening bij het fonds vanaf morgen weer optimaal zal zijn.